Hey YouTube, mijn naam is Niels en ik snap niet waarom ik altijd mijn vlogs begin met ik heb hier weer een nieuwe vlog voor jullie. Dus ik heb hier weer een nieuwe vlog voor jullie. Let's go. Deze video's gaan wat trager worden gereleased vanaf nu, want ik weet niet helemaal zeker wat ik daarmee wil doen gewoon. Ik was niet echt blij met hoe ik de eerste aflevering heb bewerkt. Ik weet niet, het was niet interessant genoeg voor mijn idee. Dat idee hadden jullie ook, zo de volgende reacties. Dus dat is altijd fijn. Dus dat gaat weer even een tijdje duren voordat daar van de volgende gaat uitkomen. Want ik ga even opnieuw moeten zien hoe ik die ga bewerken. Ik denk dat het een soort van kortere compilatievideo's of zo gaan worden. Dus dat moet ik nog even zien. Muziek in de achtergrond is trouwens natuurlijk weer van GK. Kanaal staat in de outro. En als het goed is, net in de eerste 5 seconden van ja, luister nu naar. Dan kan je ook hopelijk op klikken tenzij ik dat vergeet in te zetten. Wat ook nog wel eens gebeurt. Ik vergeet veel, weet je. Dat is hoe handig ik ben. Ik bedoel, ik vergeet ook altijd halverwege de video wat ik moet gaan zeggen, zoals nu. Livestreams, let's go. Ik ben zo goed bezig weer vandaag. Ik ben tegen een kast aangevallen, oké, in slaap. Ik stapte van de trap af. Ik dacht dat ik op de laatste trede vond, maar niet dus. En dat is wel meer nooit de kast voor de trap neerzet. Weer een les geleerd, toch? Sorry trouwens voor de piep. Ik heb geen idee of ik dat al gezegd heb. Want dit is al de tweede teken voor deze vlog, want ik had net de verkeerde microfoon ingesteld staan in plaats van mijn headset. Hier had ik de interne microfoon in mijn MacBook. Ik heb geen idee waardoor de piep wordt veroorzaakt. Mijn laptop is laatst wel de tijd een klein beetje verpest, dus dat is een beetje een probleem. Ik hoop dat het niet al te erg is. Verder, livestreams. Die komen terug, sowieso. Want ik kan binnenkort via YouTube livestreamen in plaats van Twitch. Dus dat gaat een stuk fijner worden voor mij, voor jullie en voor iedereen. Ik denk dat er regel is. Maar dat konden jullie niet zien, want dat doe ik altijd onder de camera. Ik weet niet waarom. Ik zit hier heel veel handbewegingen te maken, maar die zien jullie nooit. Mijn laptop ging even op het zwarte scherm. Anyways, moving on. De streamen op YouTube. Ik doe nu weer zo, maar dat konden jullie ook alweer niet zien. Ik heb een grotere camera nodig. Ik word zo ziek van deze webcam. Wie weet, ga ik er ooit in kopen. Maar ik ben lui en het is duur, weet je. Moving on. Ik ga ook gastrollen vanaf nu accepteren. Jazeker, dat is iets waar jullie al ontzettend lang en ontzettend veel om hebben zitten vragen. Dus ik heb op zich niet zoveel abonnees, maar blijkbaar willen jullie gastrollen naar me insturen. Dus go ahead, I guess. Er zitten wel een paar eisen aan. Ik ga nog een video waarop ik daar compleet op inga maken. Maar ten eerste moet het de intro en outro bevatten die in de link hier beneden te downloaden zijn. Staat als het goed is aangegeven ergens. Die moeten erin zitten. Die intro die gaat zo. Ik weet niet helemaal wat jullie daarvan vonden. Ik was er niet helemaal blij mee, maar ik weet het niet helemaal. Ik heb een paar mensen gevraagd, die vonden het allemaal wel leuker uitzien. Dus, I guess. Laat me weten wat jullie ervan vinden. Maar die moeten er dus sowieso in zitten. Het moet in HD-kwaliteit zijn ten tweede. Het moet natuurlijk interessant zijn. Het mag geen gecopyrighted muziek bevatten. Alleen uitgebracht onder Creative Commons 3.0. Dus royalty free, basically. Link daarvan zal ik ook nog wel even in de beschrijving. Die staat trouwens in de beschrijving. Die staat bij muziek. Daar staat GK natuurlijk bij. Daar kun... In theorie zou die... Ja, dat is even nog in de vraag. Anyways, daar staan twee websites sowieso al waar ik altijd mijn muziek vandaan haal. Die kunnen jullie gebruiken daarvoor. Er staat ook heel veel goede muziek op. En die gastrollen gaan dan geüpload worden op zondag. Dus als jij je gastrol deze week al wil hebben geüpload, dus deze aanstaande zondag, dan zou ik hem voor... Nou, ik heb het liefst... Ik moet hem op zaterdag hebben, in ieder geval. Dan upload ik hem voor de volgende dag. Dat doe ik altijd. Dat vind ik heel handig werken. Dus dan moet ik hem hebben. Dus als je hem dan instuurt en het is een goede video, dan zal ik hem zeker uploaden. Ook als je als ik er niet te veel in gezonden krijg dan, en hij is niet goed genoeg, dan zal ik je ook wel een paar punten geven waar je dan op moet letten om je natuurlijk te helpen met video's verbeteren. Ik zeg niet dat ik zo geweldig ben, maar jullie lijken het om een of andere reden interessant te vinden. Ik moet ook nog steeds uitvinden waarom, maar het is blijkbaar zo, dus daar ben ik blij mee. Dus ik denk dat dit het einde was. Tenzij ik waarschijnlijk wel weer 300 dingen ben vergeten. Dus mijn naam is Niels. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Druk op het groen duimpje als je video leuk vond. Deel de video met je vrienden. Als zij hem graag willen zien. Blablabla. Ik net cola op. Ik heb nog hier meer cola. Anyways. Dat moest even tijdens de video natuurlijk. Dus mijn naam is Niels. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Peace.
Yeah.